Op de top van deze 11 meter hoge zuil, die het vorige jaar te Oosterbeek gebouwd werd, zal binnenkort ter herinnering aan de luchtlandingen in september 1944 en ter ere van de daarbij gesneuvelden een monument worden geplaatst. Het atelier van de beeldhouwer Jacob Maris in Heumen bleek te klein voor dit monument dat 4,5 meter hoog is. Maar de tuin was groot genoeg en daar werkt Maris sinds geruime tijd met twee assistenten aan de voltooiing ervan. De beeldengroep wordt gehouden uit Ettinger tufsteen, waarbij voor het ruwe werk gebruik gemaakt wordt van pneumatische beitels. Een zinnebeeldige voorstelling van de vrede kroont het monument, dat verder symboliseert de strijd die de soldaten hebben gevoerd voor vrijheid en gerechtigheid en voor de bescherming van het gezin.